Megan Flevo, nogmaals ook deelnemers, kijk je uit. Zometeen op het rechte eind, er zijn wat mensen op de baan, dus kijk je uit. Maar Hiltje Tjalsma pakt nu 2-3 lengte vol. Voordeel voor die Megan Flevo, Canona. Aan de buitenzijde daarvan is het daar Kissy die Bit. En daar driedek Yannick Mollema met die Loverboy van Assum. Dat zijn de deelnemers die gaan strijden om die eerste, tweede en derde plaats. Vierde plaats Canona en Fleetwood Mac doet dapper nog mee om die vierde, vijfde plaats lijkt het. Maar Hiltje Tjalsma lijkt de boel onder controle te hebben met Megan Flevo. Alles goed afgelopen ook hier met Frederik Norg. Maar het is hier heel gemakkelijk is het gaand hier. De nummer 3, Megan Flevo voor de nummer 4, Kirsten de Bit. Derde plaats voor Loverboy van Assum. Ja, de winnaar is officieel geworden. De nummer 3 dus. Megan Flevo voor Stal de Gele Canaries. Trainer natuurlijk Bas Krebas. En dan komen we naar voren toe. Hiltje. Nou, gaan we even met... Hiltje, ik weet niet of je nog de eigenaar even allemaal dag wil zeggen. Ja. Nou, dan ben je nog even bezig. Maar... ja, Hiltje, jij doet het. Als ik moet commentaar geven, dan ga jij winnen. Dat is een vastigheid. Dat hadden we afgesproken, toch? Ja, natuurlijk. Ja, Hiltje. Maar dit is gewoon fantastisch. Kijk, het is een fantastisch paard. Ik heb... een hele mooie startnummer met 3. Ja. Dus ik denk, Kirsten de Bit kan hard weg, maar ik zit aan de binnenkant. Ja. Ik ga voor de kop. Ja. En dan ben je heel veel ellende voorbij. Ja, dat bleek, ja, dat gebeurde maar achter jou. Heb ik dus helemaal niks van meegekregen. Nee, maar... Het lijkt goed af te lopen met de paarden ook en zo. Dat gebeurde ook hier aan de buitenzijde, dus daarom kon de koers gelukkig ook doorgaan en zo. Ja, Canona gaf nog even weerstand in het begin. In het begin ja, maar ik denk ja, ik heb een heel goed paard, dus Esther zal wel de leiding afgeven zo. En dat gebeurde ook. Ik denk, ik hoef niet per se gelijk haar voor te zijn. Nee, het liep top. Ja. Je kon daarna makkelijk naar je hand zetten. Het bleef heel rustig, hè? Ja, de ja. Favorieten zaten achterin. De favorieten zaten achterin en het liep perfect. Het liep perfect. Je hebt 2 entreebonnen ook met je man voor de Casa Rosso Bar, hè? Dat weet je bij deze. Nou, dankjewel, dankjewel. We zullen er een leuke avond van maken. Ja, kan je met Joosje heen. Oké, nou, dames en heren, de winnaars hier van deze mooie amateur-amatrice koers. Casa Rosso prijs. Nou, er zijn denk ik genoeg foto's gemaakt allemaal. We hebben ook Willem Wals. En geef ze een David applaus. Deze combinatie die bijna niet te verslaan is. Heel af en toe gebeurt het, maar het is zeldzaam. Kom eens aan, nogmaals hier. De nummer 3, Megan Flevo, Hiltje Tjalsma. En nog 50 meter. En we zijn hier van start gegaan in de 6e koers. Oh, 6 paarden stormen af hier op de bocht. En de startauto moet vaart maken om weg te blijven. En het is daar aan de binnenzijde daarvan Canona. Daarbij zien we Megan Flevo. Megan Flevo probeert de leiding over te nemen van Canona. Een galopade daar van Carina Alki, nummer 5. Die gaat naar de achterhoede toe. Maar het is Hiltje Kjalsma. Uitgeschakeld 5-5 galop. En helemaal aan de buitenzijde zit driedek ook nog een heer die de ene laatste koers loopt in zijn carrière, Elliot Krisma. Bijna 50.000 euro gewonnen op de lange en korte baan. En die stormt erop in het derde spoor. Maar ja, krijgt het zo niet eenvoudig. Kirsten de Bit zit er nog tussen en ook Canona. En daarachter goed vertrokken Fleetwood Mac. Dan zien we Loverboy van Assum. En aan de binnenzijde Cotton Eye Joe. Frederike Norg volgt daar nog bij. Gert-Jan de Vries zit er nog voor met Kiss of Fire. Maar die moet nog aardig wat werk gaan verzetten. Maar die kan natuurlijk een hele hoop hier op de baan van Alkmaar. Met nog 2 rondes te gaan. Megan Flevo, de nummer 3 aan de leiding. Buitenzijde is daar toch gekomen in het Charisma. Binnenzijde Esther Mulder met haar Canona.
Daarachter zit Fleetwood Max. Aan de buitenzijde daarvan Kissy Bit, die een mooie uitgangspositie zo krijgt. Evenals lijkt de kampioen te worden van dit jaar bij de amateurs. Yannick Mollema met Loverboy van Assum. En daarachter een van de concurrenten, Gert-Jan de Vries nog. Die strijdt om die tweede, derde plaats in het amateurkampioenschap. Maar de bocht weer door, makkelijk gaand, is het nog steeds Megan Flevo voor de Canaries. Aan de buitenzijde Elliot Charisma, binnenzijde Canona. Geen enkele wijziging nog. Maar het zal spoedig veranderen, want ja, willen de deelnemers in het achterveld nog wat gaan doen, zullen ze binnenkort nog naar voren toe moeten komen. En Yannick Mollema houdt die Gert-Jan de Vries erg in de gaten, want er komt nu wat reactie. Gert-Jan de Vries gaat naar buiten toe, ook Yannick Mollema wil wat naar buiten toe, iedereen wil naar buiten toe. Maar ja, de binnenzijde is nog steeds makkelijk. Oh, een aanrijding daar zo. En gelukkig lijkt het allemaal mee te vallen met de nummer 9 ook daarbij, Fleetwood. Is dat daar Frederik Norg die daar is gevallen, maar die wordt weer overend geholpen. Dus de koers kan waarschijnlijk doorgaan, is nog steeds staan Megan Flevo. Megan Flevo, nogmaals ook deelnemers, kijk je uit zometeen op het rechteind. Er zijn wat mensen op de baan, dus kijk je uit. Maar Hiltje Tjalsma pakt nu 2-3 lengte vol. Voordeel voor die Megan Flevo, Canona. Aan de buitenzijde daarvan is het daar Kissy die Bit. En daar driedek Yannick Mollema met die Loverboy van Assum. Dat zijn de deelnemers die gaan strijden om die eerste, tweede en derde plaats. Vierde plaats Canona en Fleetwood Mac doet dapper nog mee om die vierde, vijfde plaats lijkt het. Maar Hiltje Tjalsma lijkt de boel onder controle te hebben met Megan Flevo. Alles goed afgelopen ook hier met Frederik Norg. Maar het is hier heel gemakkelijk. Is het gaand hier de nummer 3 Megan Flevo voor de nummer 4 Cassidy Pitt. Derde plaats voor Loverboy van Assum. Voorlopig.